Ja, en heb ik gespeeld met jongens als Jan van den Berg, Steven van den Brink. Was ook een waanzinnige spits, joh. Ja. Als je dan als rechtsbuiten zo'n paas gaf en Steven kwam met die grote schuifnek. Ja, ja, die legde ze erin, joh. Dat was heerlijk. Zo, daar gaan we weer. Zaterdagmorgen, 8 december. Belangrijke datum voor ene Anton van Duin. Hij heeft geloof ik een reunie van de A1. Samen met de trainer van DVS, Bert van Hunestein. Ik ben zo benieuwd wat die gozer allemaal te vertellen heeft. Heel druk parkeerterrein bij DVS, morgens vroeg. Afgesproken en hij staat daar al klaar. Ik ben zo benieuwd wat hij te vertellen heeft, dat jong. Hij heeft wel wat meegemaakt. Daar staat hij. Hartstikke idee. Daar zal je hem hebben. Anton. Goedemorgen. Goedemorgen, Piet. Goedemorgen. Hoe lijkt het? Hoe gaat het, denk ik? Hoe staat het ermee? Ja, precies. Dus. Oude Zweed. Ja. Zweedse Nederlander ben je, of niet? Ja, al 12 jaar. Ja. En 2006 geëmigreerd met het hele gezin. Ja. En we runnen daar een schildersbedrijfje en we hebben wat dingen verbouwd tot een, zoals ze in Zweden zeggen, een stuga. Dat is eigenlijk meer een slaapverblijf. Ja. Maar dan wel iets luxer. Alles is, je kunt douchen, je kunt koken en onze doelgroepen die boeken zijn snoekvissers, vissers op snoekbaas. Ja. Dat zijn eigenlijk algemeen roofvissers. En, meren zat daar, denk ja, ik. Ja, meren genoeg. Ja. En dan hebben we nog een groep die ook boeken bij ons en dat gaat, dat zijn al jagers, nu een week over jaren. Ja. Ja. Geweldig zeg. Ja. Ja. Hey, en, maar ja, dat ging niet zonder slag of stoot, denk ik. Hè? In het begin best pittig. Flink. Ja, we hebben de eerste 5 jaar wel zwaar gehad. Natuurlijk ook met de oudste van ons. Die kwam al vrij snel in als puber. Ja. En in Zweden is het allemaal is het wat rustiger. Ja. En zij lag een eind voor qua leren ten opzichte van de klasgenoten. Ja. Dus ze begon zich te vervelen. En, maar dat is uiteindelijk is het allemaal weer op zijn pootjes terechtgekomen. Ze heeft een hartstikke leuke Zweedse vriend. Woont samen. Ja. Heeft een leuke baan. Ja. En, en die jongste die had het in het begin ook niet helemaal naar de zin. Maar toen ze de eerste verjaardag ging vieren, hebben we de hele klas uitgenodigd. Met de juffrouw erbij. En toen was het ijs gebroken. En opeens, na 6 maanden, begon ze zo vloeiend Zweeds te praten. Ja, dat was onvoorstelbaar. Dat was echt. En het leuke van alles was, toen wij de kinderen aanmelden op die school, hadden ze daar vakantie. Ja, dat wisten wij niet. Ja. En toen komt er een mevrouw naar me toe, en, een beetje getinte mevrouw. En die vraagt in het Zweeds, ja, wat we willen doen. Dus ik zeg, in mijn beste Zweeds, wat ik toen een beetje geleerd had. Ja. Ja, de kinderen willen hier op school. En zij vertelde dan dat er dan vakantie was. Dus ik leg dat uit in het Nederlands natuurlijk van mevrouw en de kinderen. Ja. Waarop die kleine mevrouw tegen mij zegt, in het Nederlands, praat u Nederlands. Ik denk, wat gebeurt hier, Piet? Blijkt het een Chileens vrouwtje te wezen die van haar 8e tot de 12e in Nederland gewoond had. Zo. En die ving meteen de kinderen op school. Ze vingen ons op, er was feest, als er feest was bij de Chilenen, we werden uitgenodigd. En zij leren Erna, mijn vrouw en mij, dus in de avonduurtjes de Zweedse taal. Och, wat een mooie manier. Ja, dat was echt fantastisch. Dus je bent daar echt goed ingeburgerd. Ja. Die vriend van je dochter heet Lasse, zeker? Of nee, Joachim. Joachim. Dat is geen Zweedse naam, of wel? Nou, toch wel hoor. Ja? Ja. Oh. Maar de meeste mensen heten daar natuurlijk, net wat je al zegt, Lasse en dan Karlsson van de achternaam. Karlsson is net als hier Jansen. Ja, ja. Ja, ja. Dus, Karlsson. Ja. Gustafsson heb je natuurlijk ook heel veel. Ja, zeker. Maar Ibrahimovic, die komt niet uit Zweden.
Nee, voor origine is het een Bosnier. Ja. Ja. Dus nee, dat klopt. Ja, die, want ja, de tijd, zijn vlegeljaren in Zweden, toen zat jij ook zo'n beetje in Zweden, of niet? Nee. Want ik ben in 2006 gegaan. Ja. En ik geloof dat hij voor die tijd al door Ajax gehaald was bij Malmö. Ja. Ik heb een boek van hem gelezen. Zijn puberjaren en zijn eerste voetbaltijd in Zweden. Wat een interessant boek, Anton. Ja, ja, zeker. Hey, maar Anton, jij hebt ook bij DVS. Je hebt een DVS-hart, of niet? Ja, zonder meer. Ik was een jaar of acht. Overstekend wild. Oh, Anton. Rustig. Rustig. Maar gelukkig geen elanden. Die hebben we hier niet. Maar... Nou, ik ben op mijn achtste gaan voetballen en ik kwam in de E4 en dat was de oude meneer Wiedenhof. Die woonde volgens mij tegenover het Hettenkampje aan de Warenlaan. Ja. Die was trainer. Ja, dat weet ik nog wel. Want ik heb ook nog getraind en toen stond die oude Wiedenhof ook nog te trainen. Ja. En dat was een militair, hè? Ja. Op training ook. Ja. Tijd was tijd. Ja. En zijn zoon Jan, die was onze leider. En toen kwam ik in de E4 en toen kwam ik al vrij snel in de E1 en toen heb ik eigenlijk... Alle jeugdselectie-elftallen doorgelopen, D1, C1, B1, A1. Ja. Ja, en dan heb ik gespeeld met jongens als Jan van den Berg, Steven van den Brink. Was ook een waanzinnige spits, joh. Ja. Als je dan als rechtsbuiten zo'n paas gaf en Steven kwam met die grote schuifnek, die legden ze erin, joh. Dat was heerlijk. Ik heb de tijd meegemaakt van de voorhoede in het eerste van Benny Dekker, Matthias Visser en Steven van den Brink. Ja. Kijk, Benny was natuurlijk een waanzinnige voetballer. Ja. En, maar we hadden natuurlijk nog een heel stel goede jongens. Ja. Robby Volkers, Henk Lubbersen. Later Erik van der Wal was een fantastische keeper. Ja. En, Erik van der Wal, ja. En Bert van Unstein natuurlijk, hè? Ja, dat was in het laatste jaar A1 dat ik speelde. Ja. En wij zeggen dan altijd nog koninklijke A1. Dat is gewoon het beste A1 wat we ooit gehad hebben. Ja. We werden ongeslagen kampioen. Heb vandaag toevallig een reunie? Ja, we gaan vanmiddag met z'n allen bij bed kijken. Oh, hartstikke leuk, man. Ja, mooi, top. En, maar dat was een elftal, Piet. Daar kan ik heel veel over vertellen. Ik denk dat ik dat ook even moet doen. Ja. Dat was een elftal, niet alleen de spelers, maar je had bijvoorbeeld... in onze jeugd was heel belangrijk Hielke Sietsma. Ja. Dat was zeg maar een soort godvader. Daar kon je mee praten. Die was er altijd. Hielke is voor mij bijvoorbeeld ook altijd Mr. DVS. Ja, god, leuk. En in dat elftal, in die A1, Hielke, die was altijd mee. Mijn moeder mocht mee bij hem in de auto of bij meneer Hunestein. Ja. En we hadden een grote groep supporters die er altijd stonden. En het was een elftal. Bert Dekker als grensrechter, die je ook kennen. Lubbert, ja. Ja, joh. Ja. En die was zo slim, die gaf dan een buitenspel van die gasten, liet hij doorgaan. En dan was Bert Hunestein aan het schelden en Udo Siegerink, het is buitenspel. Zeiden jongens, die lui maken die goal toch niet. En op het moment dat het gevaarlijk was en die lui stonden niet buitenspel, ging die vlag omhoog. Dus Bert pakte ook altijd punten. En dan had je Willem Hooglucht als leider, Frank Messerits als trainer. Ja, en we hadden een elftal jongen van harde werkers. Ja. Johan van der Pol, die liep voor mij altijd de long uit het lijf, want ik was een luie voetballer. Ja. Met, ja, eigenlijk, we hadden een voorhoede, Jacques Moerij. Dat was ook zo'n speler die alles met een bal kon. En Johan van der Pol ook trouwens, hè? Technisch goed, of niet? Ja, ja, zeker. Ja. En dan hadden we op middenvlijm natuurlijk ook nog Jan Vlijm. Jan Vlijm, ja. Als tien aan de bal was, jongen. Ja, later een goede zaalvoetballer. Ja, super zaalvoetballer. Slimme zaalvoetballer, ja. En dan had je natuurlijk in, ik mis natuurlijk een paar namen. Wilfried van het Land was ook een sterke middenvelder. Ja, een leerling van me. Oké. René Vissing. En dan had je natuurlijk achterin... het duo Udo Siegerink en Bert Hunestein. En Bert was gewoon zonder meer de drijf van het elftal. Bert, ja, dat zag je toen al. Ja, Bert had iets. Als wij, dat was ook altijd leuk. Zaten we vrijdag s'avonds in de Roskamp. En dan was zijn vader er ook, Gijs. En dan zegt Gijs, jongens, kom eens even. Het is 11 uur. Allemaal nog een biertje. En dan wil ik morgen, zei hij, gewoon weer dat zien wat ik verleden week ook toen kon het toch geen zo'n voorbereiding. De Roskamp. En dan, zei Gijs, Anton, zei hij... Als mijn bed dat had wat jij hebt, techniek, en jij had de inzet van mijn bed, speelden jullie zijn bij Ajax. Ja, 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 ja. Maar dat was er niet. Ik was geen harde voetballer, ik was een mooie voetballer. Ja. Maar Bert was toen al echt een voetballer. Ja. Nou, geweldig elftal. Ja, ze zijn nu bezig om die DNA te mixen en zo, dat zou niet best zijn. Nee. Dan wordt je eigenheid toch wel behoorlijk aangetast. Ja, zeker. Maar mooi. En ja, senioren, je bent toen verhuisd, geloof ik, hè? Richting fase. Ja, dat klopt. Ik heb heel even in de selectie meegelopen. Ja.
Maar toen ben ik naar Vaars, heb een huis gekocht en ik. Mooi gebied dit, hè? Beetje vergelijkbaar met Zweden? Nee, wij hebben natuurlijk heel veel dennenbossen. Ja. En, zitten nu bij 3, dames en heren. Ja. En hier ging ik vroeger trouwens wel als jochie zijn, want dat was ook een hobby van me, wildkijken. Ja. Ik had nog 2 hobby's, dat was wildkijken en muziek maken. Ja. Muziek maken? Ja, zeker. Mooi. Ik zit nu in Zweden in een kufferbandje. En allemaal jongens van 50, de bassist is geloof ik 62. Instrument? Ik speel gitaar en ik zing. Je zingt, hè? Ja, dat vind ik het mooiste. Ja. Beetje blues, vind je bluesachtig? Ja, blues vind ik mooi. En Creedence, Clearwater Revival, de Doobie Brothers. Ja. We spelen ook christelijke rocknummers, dat vind ik ook mooi. Maar blues is natuurlijk altijd mooi. Ja. And a lot of pain down in New Orleans. Ja, dat is hem, hè? He? John Fogerty. Ik zing dat nummer nu ook bij mijn bed. Ja, dat is leuk, man. Heerlijk. Ja, heerlijk is dat, joh. Working for the man every night and day. Ja, mooi. Ja, heerlijk, joh. Ja. Dus dat doen we, ja, dat is ook een hobby van me, maar voetbal, ik heb altijd natuurlijk, een DVS-hart is altijd gebleven. Ja. Ook toen ik bij CSV Fios heb ik veel gedaan, ook voor de jeugd, A1 getraind, jeugdbestuur gezeten. Ja. En daar hadden we een trainer bij de selectie, Gerrit Malkes. Ja. En die zei altijd, Anton, Fios, dat voetbal je noemt, je club is DVS. Ja. En dat is gewoon zo. Ja. Dus dat sijpelde er altijd wel door. Ja. En één keer in de 5 jaar, Piet, dan hebben we een reunie. Ja. En de laatste keer van dat A1. Ja. En de laatste keer, dat vond ik klasse, dan stelt DVS de business suite open. Ja. Ja, dat was natuurlijk waanzinnig. En als je dan toch ziet, als ik dan voetballen we op rond 11:30 met z'n allen. Ja. Als je dan ziet in Jacco Moerdijk ergens zo'n bal komt rollen. Ja. Ja, dat is geweldig. Dat is leuk. Hey, heb je DVS al gezien, de selectie van Bert? Of niet? Ja, heb je al een keer zien spelen? Ja, ik kijk natuurlijk elke zaterdagmiddag de livestream. Hè? Ja? Ja? Ja, zeker. Ja? Ja, als ik tijd heb, en dat heb ik meestal op zaterdag, dan ga ik het kijken. Ja. Ja, sorry voor mijn uithalen als er een doelpunt valt, want dan... Dat... Nee, maar dat... ik licht het scherm eruit. Ik lig dan op de bank en dan kijk ik op mijn telefoontje. Ja. En dan doe ik dat ook, hè? Ja. En dan zegt mijn dochter, wat ben je aan het doen? Ik zeg, DVS scoort. Ja. DVS, ja. Wij zeggen ook altijd, onze bed is dat trainen. Ja. Dus, is geweldig om te zien. Dus, wat leuk. En ik ben zeer gecharmeerd, dat zei ik van de week nog, want ik ben op een training geweest kijken. Ja. Die jongen, die lange, donkere jongen die achterin speelt. Ik weet ze Basiel. Brutus noemen ze hem ook wel eens. Dat is toch... Het is toch heerlijk om naar te kijken. Basiel Camara, ja. En dan zie je ook op zo'n training, zie je dus dingen terug. Hij stuurt dat hele team. Ja, humorist van de bovenste plank ook. Ja. Die interviews met hem, dat is altijd lachen. Ja, dat geloof ik. Je weet nooit hoe het gaat en waar het eindigt. Ja, dat is geweldig. Ja, mooi. Dus dat, mooi. Nou, kijk, en zoals vanmiddag ook, dan zit je weer lekker daar met die oude jongens. En dan hebben we het natuurlijk altijd over die wedstrijden van toen, hè. Ja. Eén dingetje, dat moet ik even vertellen van toen. Dat was, doe maar. We speelden thuis op veld 1, altijd net naast de kantine. Ja. En er stond er altijd wel aardig wat volk. En tegen KVVA. En het was 3-3. Lui maakte eigenlijk in de laatste minuut gelijk. Dat waren we niet gewend. Ja. En ik moest de aftrap nemen samen met Jan Vlijm. Toen zegt die scheidsrechter, jongens, dit is eigenlijk toch wel heel mooi geweest, 3-3. Waarop Jan Vlijm zegt tegen die scheidsrechter. Hij zegt, nee, je moet even 2 minuten bijgeven, want ik maak altijd de laatste. Ja. En ik heb nog niet gescoord. Hij zegt, die scheidsrechter, waarom niet? Ja. Doen we nog even 2 minuten. Piet, we beginnen te spelen. Jan krijgt op een gegeven moment de bal, passeert de man, haalt uit. Wat is 4-3. Het hele elftal, supporters, iedereen was op het veld, hè? Ja. Dat was prachtig, hoor. Dat blijft nog een van de mooiste dingen, vond ik, uit dat jaar. Ja, wat mooi, man. Ja, dat was schitterend. En je logeert nu bij, Arie? Nee, ik heb een kameraad hier in Ermelo, Michiel Hop. Ja? En die komt heel regelmatig in Zweden. En zijn broer werkt in het buitenland en dat huis was leeg. Dus daar slaap ik bij Richard op. Oh, ja. Van de Pretoriastraat. Ja. Ja, dat is wel vlakbij Arie, hoor. Ja. 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 Arie, ik had het nu wat rustiger met werk. En ik zei tegen moeders de vrouw, ik wil eigenlijk ook niet nog een maand stilzitten. Ja. En Arie gebeld, Arie van Beuzen, dat is prachtig.
prachtig boer. Ja, hij nog een goede schilder nodig, Arie. Ja, en een sociale jongen. En die zegt Anton, ook al, hij zegt ik ga werk zoeken. Ja. Hij zegt kom maar. Dus zo gezegd, zo gedaan. En ik heb 2,5 weken van Arie gewerkt. Hij kreeg een spoedklus in Soest. En wat ik erg leuk vond, daar heb ik afgelopen week met mijn collega's gewerkt. Ja. Onder andere, er waren Geert Dijkstra en Jan Klaver. En Jan Klaver was onze leermeester. Ja. Dus we stonden daar weer met het ploegje van 87. Oh, wat mooi. Ja, dat had Arie goed gereden. Ja. Ja, zonder meer. Dat is geweldig. Ja. Geweldig. Hé, maar waarom Zweden? Zomaar. Hè? Dromen achterna zitten of zo? Of? Nou, als klein jochie hadden wij oma Willem in Canada wonen. En als die man dan op visite kwam in Ermelo. Ja. En mijn oma woonde aan de schoolweg, dat kleine witte huisje staat er nog. Ja. En dan kwam die man vertellen, en dan zaten wij daar. En ja, ik denk, maar dat is het, joh. He, jagen, bieren. Ja, het was fantastisch. Mooi. Maar goed, dat is het nooit geworden. En toen op een gegeven moment, ik was 32. Wat lichamelijke klachten. En toen kwam er dan uit dat we onder de stress zaten van ik had een eigen bedrijf, alleen maar werken, werken. Ja. En mijn moeder die kwam en die zei, goh joh, ze zoeken nog jonge gezinnen in Noorwegen. Nou, toen zijn we een beetje wezen googelen op internet. En toen zeiden we tegen elkaar, mevrouw en ik, weet je wat we doen? We gaan dat traject in en we geven het gewoon 5 jaar de tijd. Maar we gaan eerst eens kijken hoe het land eruit ziet. En toen werd het dan geen Noorwegen, zijn we naar Zweden gegaan. Ja. Het is gewoon een fantastisch land. Ja? Ja. En twee dingetjes hadden we geen rekening mee gehouden. En dat is dat ik woon in een dorpje buitenaf met 1500 inwoners. Er is niet zoveel te doen als bijvoorbeeld hier in Nederland. Elk dorp in Nederland heeft wel een zwembad of een volleybalvereniging of tennisclubs, noem maar op. Ja. Dus je moet wel je eigen goed kunnen vermaken. Maar de rust en de ruimte. En als je eenmaal bij die Zwedenaren binnen bent. Zijn het gewoon fantastische mensen, maar ze zijn gewoon gereserveerd. Ja. En, maar het is zo'n mooi land. Dus dat klopt toch wel, als je hoe noordelijker je komt. Ja. Ja, ik ben een keer een dag of 10 naar Fins Lapland geweest. Ja. Ik vond het echt werkelijk een van de mooiste wintersports die ik ooit heb meegemaakt. Met die sledenhonden en hiken en met de snowscooter over die landen rijden. Dat vond ik het allermooiste. Ja, 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 ja. Geweldig is dat. Ja, dat doe jij natuurlijk ook regelmatig, daar ga je even naar Noorden. Ja, er woont nog een oud DVS'er, ja? Marco Westendorp. Die is... Westendorp? Ja. Ja, hij voetbalde altijd met jongens zoals Mark Tucker en Bats, hoe heet hij, Harry... Wat weet ik nou toch? Maar goed, dat doet hij niet toe. Ja. En Marco die woont 1000 kilometer boven mij. Ja. En wij hebben daar in die omgeving hebben wij ook een stukje jacht, waar we elandenjacht organiseren. Ja. En als ik daar ben, ga ik altijd naar Marco toe. En daar ligt nu al sneeuw. En daar hebben wij ook een sleehondentocht gedaan en met die sneeuwscooters. Ja, dat is fantastisch. Oh, dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Dat vond ik zo mooi. Ja. Ja. Ja, ik vond de sleehondentocht een van de mooiste dingen die ik gedaan heb. Ja, ik ook. God, die beesten die steeds maar door willen gaan. Ja. Op een gegeven moment lagen we zo met z'n tweeën in de stuur natuurlijk. En dat ging even mis. Boem, hop, zat zo in de sloot. Natuurlijk in de dik bezaaide sneeuw. Ja. En die honden maar, die willen maar door. Die kijken achterom en wat is dat nou? We willen door, we willen door, we willen door. Ja, dat is fantastisch. En dan ik denk, oh, ik moet op die rem trappen, want anders dan schuif je zo mee, hè? Ja. Ja. Die man die vertelde ons ook, hij zegt, als we de berg op gaan, moet je meestemmen. Ja. Dus we gingen die berg op met de sleehondentocht. Ik denk, nou, ik step eens niet, kijken of die hond... Maar die hond kijkt achterom, hè? Ja. Want je moet meehelpen. Ja. Ja, dat was echt fantastisch. Dat is dat mooi, hè? Ja. Ja. Dat is een of andere marathon of zo, nee. Ik denk mountainbike. Oké. Ja, daar heb je zo'n verkeersregelaars. Kijk, ja. We kijken hoe ze eruit zien. Oh, top. Dat is wat. Ja, dat kun je daar in Zweden natuurlijk ook wel heel mooi, hè? Of niet? Ja, in die natuur bij ons, je ziet ook bijna niemand, hè? Ja. En als ik hier nou weer terug ben ook, ik vind het natuurlijk heel gezellig, hè, zoals vanmiddag de jongens ontmoeten. En, ja. Maar ik zat laatst even op de A1 en dan wordt hij op een gegeven moment wordt hij 6 baans. Ja, ik denk, waar ben ik in terecht gekomen? Ja. Die drukte. Ja. En dat heb je dan bij ons niet. Dus, erg is dat, hè? Ja. In vergelijking tot 20, 30 jaar geleden. Ja, echt wel. Dat is echt een ramp. Ja. Oh, dat is echt... En dat is niet alleen de grote stad, maar dat is ook Ermelo. Maar ik was laatst in Vaassen, daar is het ook druk. Ja. Dat is gewoon onvoorstelbaar. Ja. Ik heb een keer meegemaakt, moest ik naar een klus toe, Piet. En dat was 50 kilometer verderop. Een huisje schilderen. Ja. Dat telde niks morgens 4 auto's en 7 elanden. Ja.
Ja, moet je naar. Ja, even om het verschil aan te geven. Ah, zo. Ja, mooi. Dus, jaag je zelf ook? Ja, ja, ik jaag zelf ook. Mooi. En ik heb jachtterrein om de deur heen, vis veel. Ja. En, dus ja, kun je komende week naar de Oostvaardenplassen even. Er moet even wat afgeschoten worden. Ja, beetje gek, hè? Dat, aan de ene kant is dat natuurlijk veel te gek, want dat had niet nodig moeten wezen. Nee, precies. Want het is natuurlijk dierenleed ten top wat ze daar hebben laten. Populair hoor. Ja, maar mountainbike is populair. Ja, niet te geloven. Maar ga verder. Ja, ik vind die Oostvaardersplassen, dat is helemaal uit de hand gelopen. Ja. Kijk, als jij daar 200 eneletten uitzet en 200 paarden en koeien, ja, dan is dat eigenlijk al genoeg op 5000 hectare. Ja. Dat heeft natuurlijk, kijk, want wat die koe eet, eet dat paard ook, maar eet dat het ook. Ja. En ja, ze hebben het gewoon helemaal uit de hand laten lopen. Triest. En dat je nu moet ingrijpen, dat is logisch. Ja. Maar ik denk dat dat gewoon volgende week een drama gaat worden met alle tegenstanders van de jacht. Gevoel heb ik ook. Ja. Straks komen die groepen, die gele hesjes, ja, en, en die andere demonstranten bij elkaar. De hooligans die denken van, hey, daar kunnen we ook wel eens even naartoe. Jazeker. Oh, nee, dat gaat, volgens mij gaat het helemaal uit de hand lopen. Nee. Maar vandaag in ieder geval niet. Nee, vandaag wordt een feestdag. Ja, vandaag wordt een mooie dag, jongen. Ja, dat lijkt mij. Die jongens lekker ontmoeten. En dan gaan we natuurlijk bij ons bed kijken in het eerste. Ja. En ik heb er enorm veel zin in. En dan echt in de businessclub vanavond? Ik heb van Hielke Sietsma heb ik een kaartje gekregen. Ja. Dus ik ga in de pauze in de business suite even kijken. Dan zien we je straks. Ja, en dan na die tijd met die jongens in de kantine. En ik denk dat we vanavond wel ergens in een eetentje terecht belanden. En misschien nog in een kroegje, we zien het wel. Ja. En, mooi. En dan de oude verhalen weer ophalen. Ach, jongen. Dus dat is. Dat wel. Wordt één leuke middag. Ja, dat kan ik mij heel goed voorstellen. Ja. Maar tot nog toe naar je zin die paar weken in Nederland. Ja, goed, je mist natuurlijk het thuisfront. Ja. Maar ik heb elke avond had ik wel. Ik had het zo vreugd dat ik elke avond wel ergens kon eten. Ja. Altijd bij oude vrienden en bekenden. Ja. En de twee keer in de week natuurlijk mijn moeder opzoeken in de Dillenburg. Ja. Ik vind dat helemaal fantastisch. Ja, mooi. En want zo ben je er 2 of 3 jaar niet. Ja. En dan zo nu 2 keer in de week. Ja. En dan even iets lekkers meenemen voor bij de koffie. Ja, mooi. Ja. Ja. Dat, geweldig. Ja, ik sprak net Jan van den Berg nog. Daar hebben we natuurlijk ook. Jan is nog bij jullie geweest, hè? Een weekendje of zo? Ja, Steve van der Brink, die werd 50 en die kreeg een weekend van Jaco Moerdijk en van Jan van den Berg. Ja. En die kennen elkaar al, geloof ik, al vanaf dat ze 7 waren. Ja. Dus dat zijn al heel lang zijn dat vrienden. Ja. En die hebben een weekendje bij ons. En Jan zegt, Anton, je moet alles regelen, van eten tot drinken, ontbijt. Ik wil niks doen, ik wil alleen lekker genieten. Ja. Topweekend gaat, joh. Ja? Ja, dat was natuurlijk. Ze vingen allemaal snoek. Ja. En dat was het weekend dat Feyenoord weer eens kampioen werd. Oh. Nou, Jacco en ik waren natuurlijk voor Feyenoord hadden een prachtig weekend. Ja. Ja, het is vrij uitzonderlijk, Feyenoord kampioen. Dat zeer zeker. Dat zeer zeker. Ja. Dat is, en in Zweden, heb je in Zweden nog een beetje een favoriete club, of niet? Nee, wat ik in Zweden heel veel doe is. Ik ga vaak naar HV 71 op zijn Zweedse HW Kutiet. En dat is de top van Zweden met ijshockey. En dan ga je naar zo'n arena. Oh, ijshockey. Ja, dat is ook waanzinnig mooi. Die mensen leven daar net zo voor. Ja. Als dat je zegt van hier mensen hebben die leven voor Feyenoord of Ajax. Ja. Dat is hun ding, hè? Ja. Dat ijshockey. Ja. Dat is prachtig om te zien. Ja. Ja. Nog even wat zelfverheerlijking. Wat leuk dat jij toen in de Leemkuil bent geweest bij dat concert van ons. Ja. Van Stennis. Ja. Kan het niet wat zachter? Het is niet te verstaan. Het is net zo'n leuke tekst, maar zo is er niets aan. Ja. Ja. Ja, weet je, ik zat natuurlijk op de LTS in Harderwijk, maar ik had heel veel jongens waar ik mee voetbalde die bij jou op school zaten. Ja. En die zei, Anton jongen, dat is zo mooi, kom op, je bent gek van muziek. Nou, en dan, dan ging je kijken en dan genoot je. Ik hou altijd nog van live muziek, of het een bandje is of een man alleen op gitaar. Ja. Ik vind dat gewoon heerlijk. Ja. Dus als jullie speelden, ja, dan waren wij er. Ja, dat was leuk. En dan ging ik vaak in die tijd met Kees Bil mee. Ja. Ja. Ik weet niet of je die kent. Ken wel. Ja. Dat was dan, die voetbalde destijds ook met DVS. Ja. In de selecties. En daar gingen we altijd kijken als jullie speelden. Dat was leuk. Ja. Ja. Dus dat, mooi. Kees Sietsma, die was ook altijd gek van muziek. Ken je die? Ja, Broer van Hielke, ja. Ik sprak hem gisteravond nog op de vrijwilligersavond. Ja. Vrijwilligersavond, ben je natuurlijk ook even geweest, ja, niet? Wij hebben verleden jaar hebben we voor het eerst een prijsje gesponsord. En toen kwam Mathilde Meiling met de man een weekendje. Heel gezellig. Ja. En ik zei tegen mevrouw, ik zei, weet je wat, ik zeg, we gaan het anders doen.
Ik zeg, ze komen op eigen gelegenheid. Ja. We hebben een 14-daagse vakantie aangeboden. Ja. En die is gisteren gewonnen door de zoon van Johnny van der Ridder. Die speelde ook weer in de A1. Dat is leuk. Dat is leuk. En dat was wel leuk, want zijn kameraad zei, als ik hem win, ga jij met mij mee. Ja. En als jij hem win, ga ik mee. Ja. Nou, en die jongen van der Ridder die won. Ach, wat mooi. Dus, ja. Hey, het was supergezellig, zeg. Ja, het was supergezellig. Met Mark Tucker en ja, ik ging weer als laatste weg, want ik had nog even weer een biertje gedronken met de bekende. Ja. Ja, dus dat was top. Zweeds bier, is dat wel lekker? Een stuk duurder, of niet? Ja, je moet wat aan in zo'n dure winkel. Maar ik vind de 3,5% ook altijd lekker. Ja. Maar als je dan toch een Zweeds biertje haalt, dan moet je een Mariestad halen. Mariestad? Ja, een halve liter. Heerlijk. Okay. Ja? Heerlijk biertje. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, hey, we zijn er alweer. Ja, gezellig. Druk, hè, de parkeerterrein. Oh, enorm. Het jeugdvoetbal, jongen, dat is echt... al die ouders, dat leeft allemaal enorm, hoor. Ja. Ja, zeker. Ik vind het leuk om te zien. Ik ga ze ook even kijken. Ja. En dan ga ik straks nog even een bakje doen bij mijn moeder. En dan vanmiddag zijn we er. Ja. Hey, ik wil je heel erg bedanken. Piet, bedankt. Ik vond het helemaal top. Ja, het was erg leuk. Ik heb genoten. Ja, ik kijk ook altijd je programma's en je interviewtjes. Goed zo. Dus, hey. Piet, het gaat je goed. Ik zie je vanmiddag. Dat zien we. Absoluut. Ja, nogmaals. Veel succes. Hey. Oké. Okay. Anton. Hoi. Top. Ik hoefde eigenlijk weinig te praten. Ik heb het wel gedaan, want je wordt gewoon enthousiast van zo'n gozer. Ah, die lult zo makkelijk. En heeft zoveel meegemaakt. Mooi. Mooi om mee te maken. Anton van Duin.